Hallo allemaal. HubSpot heeft een wijziging doorgevoerd in de knowledge base van HubSpot. Vanaf nu kun je ervoor kiezen of dat de artikelen in de knowledge base wel of niet geïndexeerd mogen worden door zoekmachines zoals Google. Je kunt het heel eenvoudig aanpassen in het menu van HubSpot. Dat doe je eigenlijk helemaal door in het linkermenu helemaal naar beneden te scrollen. Onder website vind je de settings voor de knowledge base. En in dit overzicht kun je dus zelf aangeven of dat de artikelen wel of niet geïndexeerd mogen worden. Bij bestaande knowledge bases staan alle artikelen nog op een no-index. Dus wil je dat ze vanaf nu wel worden geïndexeerd, pas dan even hier de settings aan. Mocht je hierover vragen hebben, laat het dan vooral weten, zodat wij je verder kunnen helpen.